Zo, we gaan Flodder spelen van Red Tiger. Nou, die behoeft geen introductie natuurlijk. Het is gebaseerd op het beroemde Nederlandse tv-serie en de films. Hij is echt net, ik denk een dag of twee of drie geleden uitgebracht. Dus ik ben heel erg benieuwd. Zo, op het eerste gezicht ziet hij er heel gaaf uit. Alle karakters zijn aanwezig. Ze hebben er een soort cartoon-achtig variant van gemaakt. En ik hoor alleen niet het Flodder muziekje. Ja, ziet er op zich wel gaaf uit. Ja, ik zeg al, dat hoorde ik eigenlijk al meteen vanaf het begin. Het Flodder, of tenminste de tune, tv-tune die ontbreekt, dat vind ik wel echt extreem jammer. Want dat had het spel natuurlijk wel heel gaaf gemaakt. Maar goed, we zullen kijken of het... Of het spel zelf wat is. Hij draait op zich in ieder geval wel lekker weg. Die plaatjes zien er ook al wel grappig uit. De autootje, daar moet je er waarschijnlijk drie van hebben. Om de bonus te pakken. Dus die moeten we zo snel mogelijk zien te krijgen. Ik ga eerst toch even snel naar de prijzen spieken. Dat is toch wel gaaf, een opaatje erbij, hond, maar Flodder. Kijken, 5 velds, 1250 keer de inzet. Dan moet dat opaatje er komen, dus die is een van de belangrijkste. Nou, die autootjes dus. De free spins ronde is een soort pick-and-win systeem, zo te zien. Dan kan je weldrollen krijgen, gewone welds, multipliers en extra spins. Nou, dat is die multiplier, maximaal maal 5, weldrollen, allerlei welds, Johnny Flodder is het ene hoogste, en dan Ma Flodder moet je dus eigenlijk hebben. Die is 1250 keer inzet als je die op een lijn hebt. Oké. Oh, ik krijg meteen een viertje. Oh, dat is die opa. Dan moet je dus 5 van hebben, die welds. Ma Flodder! Nee, rondje rechts. Nee, is geen goede rank. Nou ja, op zich 11 euro is leuk om te beginnen. En de weld die blijft staan tijdens de gratis spin, zegt hij. Dat vind ik altijd wel leuk, dus je moet eigenlijk dus meerdere welds hebben. En dan met een multiplier. 3 van die autootjes, maar voorlopig laat ik er nog maar eentje zien. Maar goed, we zijn net begonnen. Moet even kijken, we zijn begonnen op 200. Kom op, doe het voor mij meteen. Hop, chop. Ah. Was mooi geweest. Ik wou zeggen, kijk even waar we gestart zijn. Dat is voor mij op 205 of 210. Maakt op zich niet heel veel uit, maar dan kan ik een beetje in de gaten houden of die rendabel is en of die de moeite van het spelen waard is. Nou, Tatjana die heeft wel flinke jetsers, dat heb ik wel gezien. Dus dat is al 1 ster waard. Het zijn wel een beetje theezakjes, maar wel grote theezakjes, maar... Ze bungelen zelfs, zie je dat? Kees Flodder ziet er ook wel grappig uit. Ja, op zich zien ze er allemaal aardig uit. Ik kan net die 11 euro, maar verder is het qua prijsje nog wel een beetje matig, moet ik eerlijk zijn. Ik speel nu op 1 euro per draai. Je kan hier ook een turbo aanzetten, dan kan je iets sneller spinnen. Dus we zullen misschien straks nog even proberen als het te lang duurt voordat de bonus valt. Hey, ik zag dat slipje dat vloog naar de briefbus toe op de achterzijde van het scherm. Dus ik dacht eigenlijk dat er iets zou gaan gebeuren, maar
dat is gewoon een soort van animatie. Kijk, die prijs is elke 20 cent, dat schiet ook allemaal niet op. Dat vind ik eigenlijk ook, dat moeten ze ook verbieden. Als ik mijn euro erin zet draai, wil ik gewoon alleen maar prijzen zien boven de euro. En dan, al het andere hoeft hij niet te geven. Doe maar 5 van die Jetsers op een rij. Of net trouwens, moet hij die maar vlotten of niet? Kom op. Kom op. Ja, die 10 euro of 11 euro die ik kreeg, dat was al een unicum. Oké, nou staat hij goed voor. Kom op. Oh nee, ja. Ik dacht eigenlijk dat hij zou gaan vallen. Ik heb dan bijna alweer 5 tientjes weggedraaid. Dus voorlopig gaat hij niet de goede kant op. En ik moet zeggen, het is een spel van Red Tiger. Red Tiger is dan weer onderdeel van Evolution Gaming. Dat is eigenlijk een van de grootste game providers van het moment. Bekend van bijvoorbeeld Monopoly Live, Deal or No Deal en dat soort zaken. De grote, of de populaire spelshows, zeg maar. En voor mij een jaar of 2 of 3 terug heeft Evolution Red Tiger overgenomen. Nou was Red Tiger destijds ook al wel een aardig populaire game provider, moet ik zeggen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik heb nooit heel veel geluk op die spellen van Red Tiger. Ze zien er soms wel grappig uit. Ja, deze op zich is hartstikke mooi ontworpen. Maar in vergelijking met bijvoorbeeld Push Gaming. En bijvoorbeeld Play & Go, Thunderkick of iets dergelijks, waar je echt gewoon 1000 keer je inzet kan winnen. Heb ik op een of andere manier bij Red Tiger, dan mag ik blij zijn als je hier, nou speel ik met een euro, als je een meiertje pakt. Maar goed, ik heb op het internet ook wel eens grote winsten gezien, maar ik heb het geluk gewoon wat dat betreft nog nooit gehad. Die had eentje hoger moeten zijn. Dat was voor mij 1250 keer de inzet geweest. Nou, 2 keer 11 euro gekregen. Nou, uiteindelijk staan we nu nog 60 euro verlies. Kom op. Ik ga 1 shotje wagen. Op 2 euro. Tot 100. Ja, een stuk of 10 keer. Ik heb het gevoel dat die bonus eraan moet komen. Nooit zeggen. Maakt het 1 keer spannend. Klopt met 2. Kom maar op. Vijf dezelfde. 2 keer de inzet. Dat schiet niet op. Kom op. Ah, wat een mooie timing geweest. Nee, ik ga toch weer naar een euro, want ik heb inmiddels weer bijna een meiertje weggedraaid. Ik wou zeggen, als nou de bonus valt, dan heb ik vaak, want dan ga ik de inzet naar beneden doen, uitwedden en dan valt hij. Oh, valt mee. Nee, op zich, ik weet niet. Hij is zo op het eerste gezicht, misschien dat die bonus fantastisch is. Oh, kijk, ik heb een future. Oh, die opa, die was goed. Kom op. Ah, oh, nee, precies slecht. Of we moeten wel het geven in het begin. €3. Ik zeg al, hij ziet er grappig uit. Maar om nou te zeggen dat ik er heel erg vrolijk van word, ook weer niet. Het is dat ik nog nieuwsgierig ben aan die bonus.
Ik speel tot de 100. En dan speel ik hem later nog wel een keer. En dan plak ik gewoon nog. Mocht ik dan een bonus hebben, dan plak ik wel achteraan. Kom op. Het is niet zo dat omdat ik de bonus nog niet heb gekregen dat ik dat mijn enthousiasme iets minder wordt, maar het is ook qua prijsjes, qua combinaties. Die feature, ik heb die opa dan één keer gehad of twee keer gehad. Maar ik weet niet, hij spettert op een of andere manier niet echt van het scherm. Ik durf er nog geen score aan te geven, maar ik heb nu al wel gezien dat het niet mijn favoriet gaat worden. En ik mis ook een beetje die tune van Flodder. Want je ziet wel alle plaatjes, alle karakters zijn aanwezig, maar toch heb je niet echt 100% het gevoel dat je aan een echte Floddercast aan het spelen bent. Nou, dat kan misschien aan mij liggen. Ik zeg, ik draai tot de 100 en inmiddels heb ik het ook alweer 20 weggedraaid. Dus tot de 80 dan. Nog 5 keer, nog 4 keer. Ja, en dat is die prijsjes, die zijn natuurlijk al 3 keer kut. Dat was het. Nee, het ook kleine 130 euro verziekt in 10 minuten tijd. En twee keer een tientje gehad. Ja, ik zeg wel, ik ga hem straks nog wel een keer spelen, want ik wil gewoon een keer die bonus hebben gehad voordat ik een eindoordeel aan kan geven. Maar voor nu is het, de eerste indruk was eigenlijk wel top. Plaatjes zien er grappig uit, een beetje dat cartoon effect. Ik zeg al, hij ziet er gewoon gelikt uit. Draait ook wel redelijk lekker weg. Qua prijzen is het matig, zeer matig zelfs. Qua features, ja, die opa heb ik dan gezien, misschien heb ik het gemist, maar volgens mij heb je eigenlijk alleen die opa. En dan die waalds en dergelijke in de bonus, maar nee, daar word ik voorlopig nog niet vrolijk van. Dus zoals het er nu voor staat, geef ik hem hooguit 2 sterren. Maar ja, wellicht dat hij nog een paar sterren bij krijgt of dat de score iets hoger wordt als ik de bonus gezien heb. Want dat is wel vaak zo, bij gokkassen is natuurlijk de bonus uiteindelijk het belangrijkste. We zullen zien, dus voor nu is dit het. Oh, yes, Kevin. Eindelijk, nou dan ben ik benieuwd. Spelletjes kiezen. Ja. Ik begin altijd links. Tweede van links. Nee, ik vulde er. Weld. Nee, weld. Oh, ik mag nog. Oh. Ah, dit gaat geen goede worden. Alle winsten maal 2. En ik heb wat gratis spin. Zou ik dan nog een keer de bonus kunnen krijgen? Ja, je moet echt die welds hebben, zo te zien. Of moet heel veel geluk hebben dat je die 5 op een rij krijgt. Hoe viert die opa? Dat kan leuk zijn. Kom op. Net niet goed. Je moet links en weld vallen. Of maar afvolder. Rondje rechts. Nee. 6. Nog niet eens maal 2. Kom op, 1 leuke prijs. Ik ga hem niet horen.
Kijk nog één keer de feature. Nee. Wat was het? 11 euro. 200 euro gekost. 11 euro verdiend. Oh, yes, ik heb hem weer. Klopt, nou hopelijk een beter als net. Want net, die van net was echt waarloos. Wel op lagere inzet nou, maar vooruit. Wildrol en multiplier, kom op. Ah, ja, 4. Dan moet ik nog een wildrol hebben. Multiplier. Wild. Dat is geen slechte als die goed valt. En dan die feature erbij. Oh, ik had eentje naar rechts moeten hebben. Kom op. Kom op. Kom op. Ja, moet echt die feature erbij, anders wordt helemaal niks. Die opa moet komen. Kom op. Ik heb nog maar 3 spins, dus gaat het weer niet worden. Redelijke. Hadden we 5 moeten zijn, hè? Eentje daar rechts. Buurman, wat doet hij nu? Ja, dat is toch nog best een redelijke. 60 cent. Als je 5 dezelfde hebt, dan moet het theoretisch gezien. Een plaatje dan. Het is jammer dat ik die feature van die opa niet kreeg. 45 euro, dat is niet slecht die inzet. Maar ik heb wel gezien dat deze heel moeilijk te verslaan is. Want dan moet je dus echt. Ik had al die wildrol op rol 4. Je had hem eigenlijk op rol 2 moeten hebben. En hij kan dus die tussenfeature nog doen met die opa. Dan kan hij theoretisch gezien leuk geven als je die multiplier ook nog hebt. Maar ja, dan moet je het toch wel heel gek doen, wil je echt hier een hele dikke prijs mee halen. Dus dit spel heeft me nog niet overtuigd. Kom op, laat ik hem hier zijn. Wildrol op 2. Nee. Ah, ik had linksboven moeten doen. Het kan nooit veel zijn of die opa moet komen. Ik denk dat ik blij mag zijn dat ik 15 euro heb. Wat laat die opa een keer zien dan? Vooruitje. Eén minuut nog wel. Oh. Oh, van haar, van mijn date. Ja, daar hebben we wel gebeld en geappt en dergelijke, maar nu afgekozen. Dus niks verkeerd of zo, maar dat is er eigenlijk gewoon niet in ieder geval gekomen. Dat komt eigenlijk door de week, ben ik zelf ook druk met mijn werk en dergelijke.
Wat is een stopwoord? Dergelijk. Ja, misschien doe ik dat wel onbewust, heb ik dus zelf niet eens in de gaten. Iets omhoog. Een paar keer maar. Oeh, kijk meteen de mannetje. Wat een goede timing. Kom op, een goede alsjeblieft. Ah nee, een hele slechte. Of wat moet ik maar vlodder geven? Helemaal de vrouwtje. Dat is een redelijk nog. Denk ik. Ja, ja, kijk maar. Dus dat ik die inzet omhoog deed. 18'tjes, dat is toch een goede timing. Nou, bonus erachteraan, ja, dat is wel te veel zijn van het goede. Ik wou zeggen. Nou, inzet toch terug naar een euro. Ik geloof niet dat hij nog een keer meteen die bonus gaat geven. Ja. Ik ga bijna balen als hij dan valt, want dan ga ik net met hem inzet naar beneden. Yes. Ah, daar baal ik me van, hè. Ik zat nog te twijfelen dat die inzet toch nog even een paar keer omhoog zou doen. En dan zul je zien dat ik nou die wildrol. Mijn vulger. Nou een wildrol, kom op. Nog een keer wild, kom op. Ah. Nee, gaat geen goede worden. Nee, die shark, ik heb die sharkje rond nog niet één keer gehad of twee. Kom op. Dan moet de opa, die opa moet een keer komen. Een multiplier maal 4, dat kan leuk zijn als die opa komt. Anders wordt het helemaal niks. Ik ben bang dat het helemaal niks wordt. Kom op met die opa. Dat was geen topper. Yes! Ik heb wel net inzet naar beneden, nog altijd. Ik nog geen 10 draaien geleden. Maar goed, ik heb hem. Ik wil dus die wildrol op 2 krijgen. Die wildrol krijg ik niet heel vaak. Oké, was goed. Ga je goed. Dat doen. Dat was 10 gratis spins. 22 spins, dat is op zich goed, maar... Ik had die shaakje robben. Nou kan je alleen nog maar winnen met die opa. En de herbonus gaat volgens mij niet. En ik mag blij zijn als je 2 teams wint, zo. Alleen als die opa valt.
Kom op. Laat die opa's voorbij komen. Of maar vlodder. Ik 15 euro als je geluk hebt. Yes, opa. Kom op. Doe het voor mij. Nee, of maar vlodder moet in het begin komen, maar... Johnny is ook goed, dat is dan Johnny! Ah! Dat is jammer, dat had een leuke kunnen zijn. Ja, als die Johnny daar gaf. Klopt, nog één keer die opa. Moet kunnen, ik heb 10 spins. Ik heb er nog nooit meer als één keer gehad in een bonus. Oeh, yes. Hij kan dus vaker komen. Kom op, alsjeblieft. Ah, nee, een hele slechte. Moet een wild zijn erbij. Kom op. Kom op. Dat is echt een hele slechte. Nog een keer een opa, daar zit er niet in, denk ik. Oeh, ik heb geluk. Kom op. Je gaat hem worden. Oeh, die kan zijn, kan zijn. Maar vlodder, maar vlodder, maar vlodder. Kom op. Kom op. Nee. Ah, geen hele slechte, maar het is wel maar 3, dus. Ja, echt een dikke, dan moet je echt 5 dezelfde hebben. Last best? Nee. 37. Of 57. Ja. Niet slecht, maar ook weer niet fantastisch. En die wildrollen die krijg je, die moet je... Dat is zo'n klik- en winspelletje, dat is dan wel weer leuk. Nou, dat kan bijna niet. Godverdomme. Waarom doe je die inzet dan niet omhoog, Robin? Geef me nou een keer zo'n wildrol. Op de tweede, niet op de vierde. Nou, dat is geen goeie, want meestal is het maal 2 multiplier. Nee. Ja, dat hij nou links. Nee, dit kan eigenlijk niks worden. Meestal als ik 2 kracht elkaar geef. Nou, geef dan 1 keer dat opaatje. Ja, het is maar 2 multipliers, dus kan het niet heel veel worden. Maar zeg nooit nooit. Kom op. Doe maar Tatjana met die jetsers dan. 5 jetsers. Kom op. Ga naar 3. Opaatje, opaatje, kom op. Kom op. Oeh, toen nog 1 opaatje. Alsjeblieft. Oh, als hij een wildketel wordt te dik. Ah, in ieder geval 5 rondjes. Nog wel 2. Wat zal dat zijn? 25 of zo? 30? Nou. Nou. Dat is meer dan ik dacht. Misschien wel de beste tot nu toe. Line hit dan. Klopt, last best? Nee. Oké. Okay. Kan een dikke zijn, kom op. Maar vlodder of maar vlodder, maar vlodder. Oh nee. In ieder geval een plaatje, maar kom op. Alles was dik geweest. Oh, moet ik kijken. Oh, Johnny de vlodder of maar vlodder. Echt heel dik geweest.
160 euro. Dat is mijn eerste grote prijs. En dat was gewoon in het baasspel. Kijk, dat was toch dik. Had eigenlijk volle bak moeten zijn, dat was mooi geweest. Hè? Toch. Oh, zo jammer als het nou die maatvlodder was geweest. Zo, ik heb Vlodder nou, ja, ik wou niet zeggen heel de dag gespeeld, maar toch al een aantal uren achter elkaar gespeeld. Ik begon bij Canzino. Ik moet zeggen dat hij niet een al te beste eerste indruk gaf. Alhoewel hij er op het eerste, het spel zelf ziet er fantastisch uit. En alle karakters, die, ja, een beetje dat cartoon effect vind ik, ik hou er wel van, ik vind hem wel gaaf. Maar ik had letterlijk, nou ik denk binnen 2 uur. Nou, nog niet eens, misschien zelfs wel binnen 1 uur. Jullie hebben het zelf gezien als je het begin van deze video kijkt. Ik denk 2 maaien verziekt. Zonder noemenswaardige prijzen te krijgen. Een keer een tientje of. Nou, ik denk 2-3 keer een tientje of dergelijks. Dus ik dacht echt van ja, dit gaat stiekem. Ondanks dat het een leuk thema is natuurlijk. En hè, van Nederlandse makelij. Had ik hem sowieso eigenlijk een heel hoge score willen geven. Maar ja, toen ik 2 mei verziekt had met nog geen leuke bonus had gekregen, dacht ik van ja... Nee, en ook als je dan kijkt naar de prijzen in het baasspel, dacht ik van nou, dit gaat hem echt niet worden. Het is gewoon geen leuk spel. Toen ben ik op een gegeven moment verder gaan spelen en toen... ja, ik kon op casino kon ik niet verder spelen, want mijn speellimiet was bereikt. Dus ik mocht niet meer bijstorten. Toen ben ik maar bij Jack's Casino gaan spelen. Ook een fantastisch casino trouwens. En daar heb je deze Vlodder gokkas ook. Toen ben ik hem nog een paar keer gaan spelen. En nu heb ik, ja, zoals je net hebt kunnen zien, een aantal bonusjes gehad achter elkaar. Hij had hier iets meer zin in. Nou moet ik wel zeggen dat ik alweer een gedeelte weer aan het verzieken ben nu ik zo aan het praten ben. Maar... Nee, ik moet mijn eindconclusie toch een klein beetje aanpassen. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik wou dus eigenlijk een slechte review gaan geven. In de zin dat ik, ja, ik denk 2 sterren maximaal wilde geven. Maar hoe langer ik hem speel, hoe leuker ik hem toch begin te vinden. Oeh, eentje erbij was 1250 keer de inzet geweest. Maar die Maaflodder die zie je echt bijna niet. Wel grappig zo, hier met die sigaren, die animaties. Ja, ze hebben het wel echt mooi gedaan. Dus ja, ook en dan met die bonus. Het enige nadeel is dat ook in het basisspel heb je bijvoorbeeld die opa die af en toe voorbij komt. En die met welds gaat strooien. Nou ja, die heb je dus in de bonus ook. Maar als je dat in combinatie hebt met een weldrol of met een multiplier. Dan kan het echt nog wel wat leuke prijsjes opleveren. Ik moet wel bij zeggen dat het is best moeilijk om die bonus te krijgen. En als je hem dan krijgt, ja, dan is het ook nog extreem moeilijk om de juiste features te pakken. Of de juiste dingetjes uit dat click-and-win spelletje, flessenspel te pakken. Dus je wordt zo vaak teleurgesteld dat het soms ja, bijna frustrerend is. En dat met name omdat hij in het baasspel al best wel snel je geld afpakt. Als hij dan ook nog de bonusspel niet heel vaak geeft. En als dan vervolgens de bonuspel zelf, als die dan eindelijk een keer valt, ook nog eens tegenvalt. Ja, dan kan dat wel voor de nodige frustraties zorgen. Maar ik heb nou een paar keer, denk ik, een stuk of 10 bonusjes gehad in totaal. En er zaten best aardige bonusjes tussen. Niet fantastisch, maar 40 euro, 80 euro voor mijn meiertje een keer. Ja, niet noemenswaardig. In die zin dat... Ja, als je dat, ik vergelijk het elke keer met die volatiele gokkasten die ik zo fantastisch vind, waar je echt gewoon 10.000 keer inzet kan winnen. En wat me ook al regelmatig gelukt is. Maar eigenlijk moet je hem daar ook niet mee vergelijken, omdat dit is gewoon een ander type kast. Dus verwacht niet dat je hier met een euro inzet zomaar even 1000 plus ja, of meer gaat winnen.
Want dan moet je eigenlijk gewoon volle bak hebben en dan moet je gewoon echt de dag van zijn leven hebben. Dan is het mogelijk. Ja, ik denk met 1 euro inzet, 1000 of 1500 euro winnen, dan zal echt wel een unicum zijn. Je ziet het ook als je die maat vlodder, en die verschijnt bijna niet in beeld. Als je die 5 op rij hebt, 1250 keer inzet. Dus dat zou met deze inzet 1250 euro betekenen. Dat is natuurlijk nog fantastisch. Maar dat is het hoogst haalbare. Maar goed, als je dat weet. Kijk, met de autootje is dat, kijk, dat stiekem toch wel weer spannend. En ondanks het feit dat ik weet dat je er niet hele dikke prijs mee kan winnen, heb ik in de bonus toch wel een paar keer een leuk bedragje bij elkaar weten te sprokkelen, zodat je toch leuk in de plus draait. En ik zeg al, hoe vaker je gaat spelen, stiekem, hoe leuker die ook gaat worden. Ah, kijk. Eentje te weinig weer, hè? Want het was 1250 euro. Eigenlijk had hij hem dan spannend moeten maken, dan was het nog leuker geweest. Ja, ik zeg al, net als nu ook, nu ik dit aan het vertellen ben, heb ik ook weer stiekem 40 of 50 euro weggedraaid. Ik wil niet zeggen dat ik al mijn winst alweer verziekt heb, maar het scheelt niet veel. Maar goed, qua eindconclusie. Ja, nee, 5 sterren of zo is echt niet waard. 4 sterren eigenlijk ook niet. Want hij is niet fantastisch. Maar het bonusspeltje is gewoon grappig. Plaatjes zijn grappig. Het zorgt ook voor nostalgie. Thema. Flodder natuurlijk. Het merk op zich. En dat het uit Nederland komt. Kijkt het bij mij toch stiekem wel een bonusje. Ik ga me afronden op 3 sterren. Nou, laat ik er 3,5 sterren van maken. Omdat hij uit Nederland komt en omdat het vlodder is. Dat lijkt me een prima eindscore. Dus leuk tussendoortje. Zeker de moeite waard om een keer te spelen. Helemaal als je fan bent van de serie en de films. En van dikke jetsers van die blonde. Hoe heet ze? Tatjana. Dan, ik kan dat. Ik vind het wel grappig. Maar dit spel spelen om te winnen moet je dus. Moet je dus niet doen. Of in ieder geval met kleine inzetten spelen. Dat zou ik doen. Gewoon voor plezier. Oké. Nou, dat was het. Dat was de review van Vlodder.